Goedemorgen. Heb je alles bij je? Zo, nou, wat denk je? Ik heb alles wat ik heb in een tas gekleurd. Balcoördinatie, dat is echt... Balcoördinatie heb je niet. Ja, dat is dan wordt het spannend. Het is verdacht veel sporten met een bal, hè? Ja, hè? Ja. Nou, ik kan een Feyenoord fanshop. Ik kan wel verklappen dat een sport is met een bal. Maar ja... Basketbal. Het zou kunnen. Hoi. Hoi. Maarten. Nee, we gaan lekker basketbal, man. Ja, tof. Superleuk. Laten we naar binnen gaan. Yes. Ja, het begint nu langzaam allemaal weer een beetje op gang te komen. Ja, we moesten toen trainen zonder, met 1,5 meter afstand. We wisten niet wanneer de wedstrijden weer zouden beginnen. Ik denk dat ondernemers het zwaarder hebben gehad dan wij. Kijk, wij krijgen gewoon wel doorbetaald, los van het feit dat wij niet... Dat we geen wedstrijden hadden. Ja, alleen ook daar geldt natuurlijk van hoe ga je daar zelf mee om en hoe creatief ben je. We hebben met rouw, denk ik gewoon mazzel gehad, maar we hebben ook wel de mazzel afgedwongen. Dat was hem, hè? Ja. Als ik een keer een fake geef, fake it till you make it. Ja, dan is het. En je weet zeker dat je geen helm op hoeft bij deze sport. Nou, ik heb wel eens mijn hoofd gestoten. Ja. In dribbel nemen. Ja. Met links openen. En dan pak je de bal op en dan is het rechts, links. Hop. En dan raak toch? En dan raak. Hoppakee. Tot wanneer heb je die zaal gehuurd? Je moet 5 keer... Juist. Dankjewel, man. Ja, graag gedaan. Jouw bedrijf? Ja. Is social media... Wij helpen meestal B2B en overheden met een online presence. De reden waarom ik Instagram ben begonnen is eigenlijk zodat ik de mensen en de vrienden die ik heb leren kennen in het buitenland waar ik heb gespeeld, ja. Dat als ik een keer foto's zou plaatsen, dat zij konden zien hoe het met mij ging. Ik denk dat het juist tof is om Instagram in te zetten voor die momenten die als je hier in de zaal zit niet meemaakt. Dus hoe is het in de kleedkamer? Hoe bereid je je voor? Wat eet je? Ik denk dat er een hoop ondernemers kunnen leren van jouw doorzettingsvermogen en jouw, niet alleen doorzettingsvermogen, maar ook ethiek en discipline. Hey, maar ik vond het dat je het leuk hebt gedaan, man. Je inzet is goed. Ik ben dankbaar dat ik even een ochtendje met je mee mocht lopen. Ik vind het ook helemaal hartstikke leuk, man. Dank je wel.